Ja, ik ben nog niet zo heel snel in die dingen, maar komt wel altijd goed. Deze kunnen jullie misschien nog herinneren van afgelopen dinsdag. En Arnold die kent dat onderwerp ook wel. Ja. En deze vijf die komen we dus vaak tegen in meditatie. En het kan soms zijn dat we vastlopen vanwege deze vijf hindernissen. En we hebben wel eens eerder het gehad over dat er negatieve emoties en onrealistische percepties zijn in ons leven. En die derde betekenis van, je hebt natuurlijk begeerte, boosheid, en de derde is een beetje moeilijk te vertalen. Letterlijk in het Engels zeg je delusion. In het Nederlands wordt het door De Breed en Jansen, dus de vertalers van de Nederlandse vertaling van de boeddhistische geschriften. Die vertalen het als verwarring. Maar als je delusion letterlijk zou vertalen, dan krijg je zoiets als begoocheling, of verdraaiing, Oh ja. buiging van de werkelijkheid. En dat kan ook in principe. Er was wat commentaar op Facebook van mensen die vonden dat verwarring niet echt een juiste vertaling was. Dat ze verward waren over de verwarring. Maar onwetendheid is ook niet de juiste vertaling, want onwetendheid is normaal gesproken de vertaling van avijja. En avijja is dus zeg maar de fundamentele houding van niet willen weten of het niet willen zien van de werkelijkheid, die juist achter deze negatieve emoties en onrealistische percepties weer zit. En dat gaat een beetje diep voor nu, maar gaat een beetje te diep. Maar laten we even kijken naar hoe deze negatieve emoties en onrealistische percepties zich kunnen voordoen in ons dagelijks leven. Nou, dan zie je dus deze vijf heel vaak terug. En in feite zie je dus dezelfde volgorde, hè? Dus hier heb je dan begeerte of verlangens. En in meditatie zullen we merken dat het met name zich voordoet als een soort van afleiding. Dus je hebt dan, in feite heb je dan deze twee hier. Die zijn eigenlijk samen, leidt dat een beetje tot afleiding. Dus je hebt in feite, hier heb je de afleiding, die dan ervoor zorgt dat je in feite, ja. Dus er even niet bent, zoals sommigen van jullie hadden ervaren deze keer ook. Ja. Maar niet gestrest. En dat kan dus komen vanwege deze twee. Met name de eerste wil nog wel eens heel subtiel zijn in de manier waarop je weg bent in feite. Maar boosheid is natuurlijk wat minder subtiel. En die ervaren we ook vaak al samen met opwinding en piekeren, de nummertje 4. Oh ja. Loomheid en traagheid is ook vaak verbonden aan de andere hindernissen als we proberen iets te onderdrukken. Maar het kan ook gecombineerd zijn met bijvoorbeeld zintuiglijke verlangens in de zin dat het leidt tot verdriet. En dat kan ook die hindernis geven van sloomheid en traagheid. Oh Als ja. we verdrietig zijn. En verdriet is natuurlijk staat hier niet letterlijk, maar het zit er wel heel erg dichtbij. Want ja, verdriet leidt vaak tot een gevoel van we kunnen er niks aan doen. Dus het hele idee van de burn-out zit ook hier in dit hoekje van sloomheid en traagheid. Nou, dat zijn dus allemaal hindernissen die heel frustrerend kunnen zijn. En het kan ook leiden tot angsten. Daarom is het belangrijk dat we er goed mee omgaan. En ik heb al wat dingen besproken in het algemeen. Maar ik heb eigenlijk afgelopen dinsdag heel specifiek over elke hindernis gesproken. Maar vandaag wil ik eventjes kort een algemene benadering aangeven die je kunt gebruiken voor wanneer je met jezelf in de knoop bent. Of het nu een gedachte is of een gevoel. En dat is een algemene benadering die komt ook uit de boeddhistische teksten. En het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, maar het is een wat algemener geformuleerde benadering.
De eerste is ontwikkel het omgekeerde. Dus dit zijn een aantal manieren waarop we kunnen omgaan met negatieve gedachten of onrealistische gedachten. Ontwikkel het omgekeerde. Bijvoorbeeld, we zijn boos op iemand, dan ontwikkelen we juist vriendelijkheid. Als het niet mogelijk is om dat naar die persoon te ontwikkelen waarop we zo boos zijn, dan ontwikkelen we het naar andere personen met wie we minder moeite hebben. En dan zullen we merken dat dat wel aanstekelijk werkt. En dat we dan ook merken dat we ons anders gaan verhouden naar die persoon met wie we zoveel moeite hebben. Ontwikkel het omgekeerde kan bijvoorbeeld ook zijn, als we slaperig zijn, even naar de kraan lopen of naar de badkamer en dan even ons gezicht wassen. Dat kan ook. Hè? Het hoeft niet heel veel om het lijf te hebben. En de tweede is overdenk de nadelen. Confucius die zei al, als je boos bent, wat moet je dan doen? Denk aan de nadelen. Dus de Boeddha en Confucius die hadden het over hetzelfde. In hetzelfde tijdperk, hetzelfde moment in feite, maar in een ander deel van de wereld. Terwijl de rest van de wereld het nog over ceremonies had en rituelen, begon Azië wakker te worden en echt het menselijk hart te ontwikkelen. Maar als je het menselijk hart wil ontwikkelen, dan moet je dus ook nu en dan nadenken over hoe bepaalde gedachtegangen je niet vooruit helpen. Als je bijvoorbeeld wel eens denkt aan, nou, ik kan mijn partner echt nooit vertrouwen. Die doet nooit iets goeds, maar je hebt eigenlijk daar helemaal geen goede reden toe. Soms is het goed om even naar je eigen gedachten te kijken. Ik noem maar een voorbeeld. Het is niet specifiek voor iemand bedoeld of zo. Het is gewoon een voorbeeld. Ja. Uit het kastje met voorbeelden. En dat kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld veel twijfel, veel weifeling. Dan zeg je even tegen jezelf, als je alsmaar blijft weifelen en twijfelen, hè, als je elke dag weer een nieuwe meditatievorm gebruikt, dan kom je nergens in je leven. Je moet nu en dan eens een keer je aan iets binden, committeren, aan iets verbinden. En dat hoeft niet Dhammakaya-meditatie te zijn, maar dat is het principe van, nou, we kiezen voor iets. Als we in de natuurkundeklas zitten, dan doen we natuurkunde. Als we in scheikundeklas zitten, doen we scheikunde. Ja. En dan moet je ergens mee verder. Dan hebben we... dit wordt soms een beetje verschillend geïnterpreteerd. Maar het komt er in feite op neer... dat je sommige vertalingen of interpretaties zeggen, je zoekt afleiding. En dat zal ik deze keer maar gebruiken. Dus afleiding zoeken vind ik zelf niet zo'n hele boeddhistische benadering. Ik weet niet exact of die interpretatie juist is. Wat ook wel een interpretatie is die je veel wel terugziet bij sommige vertalers, is dat ze zeggen, maak je bewustzijn als een lucht waar de wolken door vliegen. Dus in feite laat het zijn. Laat die gedachte gewoon zoals die is. Hè, de lucht, je geest als een lucht. Of je zou kunnen zeggen je aandacht als een lucht. Als een luchtruim. Met de nadruk op ruim. Je hebt geen luchtkrap, heb je niet, hè? Je hebt alleen een luchtruim. En dan heb je de vierde, daar is wat minder de onduidelijkheid over. Dat is het ontspannen. En dat is ook wel vergelijkbaar enigszins, maar het is net wat andere insteek. Dus als je bijvoorbeeld heel erg last hebt van boosheid, dan kan het soms goed zijn om gewoon even naar jezelf te glimlachen en zeggen van, waar maak je toch zo druk om? He? Je kunt je wel zo heel erg boos maken over die persoon die je net met de auto afsnijdt, maar ja, wat schiet je ermee op? Die persoon is nu alweer heel ver. Die is nu al heel ver alweer met zijn auto of haar auto.
Dus ontspannen kan soms ook heel goed werken. Ja. De Boeddha die zegt, vindt het zelf wel interessant hoe hij dat formuleert. Dus de Boeddha die zegt, als je aan het, net als dat iemand aan het lopen is, of als je, zoals jullie in België zeggen, aan het stappen, dan denkt die persoon ineens, waarom sta ik niet gewoon stil? En als hij dan stilstaat, dan denkt hij ineens, waarom zou ik niet gewoon gaan zitten? En als hij dan zit, dan denkt hij, waarom zou ik niet gewoon gaan liggen? Nou ja, dat is dus het idee. Dus waarom kies je niet gewoon even het pad van de minste weerstand? Zeker als het gaat om een hindernis waar je niets aan kunt doen. Vaak zijn emotionele hindernissen zijn van die aard. Hè? Als je er iets aan kon doen, dan had je het al gedaan. Maar zelfs in verhalen, in die problemen die we tegenkomen waar we wel iets aan kunnen doen, is het nog steeds belangrijk om ons emotioneel wel helder, wel goed daarnaar te verhouden. Dus als we boos zijn op iemand, maar we kunnen het wel oplossen, dan is het nog steeds wel goed om je ook wel op een goede manier emotioneel daarmee om te gaan. Hè, we kunnen uit de auto stappen als iemand ons heeft aangereden en zeggen van, nou, dit is het formulier dat we moeten gaan invullen en dit is mijn verzekering, dit is jouw verzekering. We praten redelijk met elkaar, maar dat wil niet zeggen, hè, je kunt het probleem oplossen, maar dat wil niet zeggen dat je nog steeds wel emotioneel even naar jezelf moet kijken. Voordat je die andere persoon in elkaar slaat, nadat je de verzekeringsformulier hebt ingevuld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De laatste is een soort van if all else fails oplossing. En dat is het onderdrukken van de gedachten. En dat is natuurlijk niet een oplossing die vaak op de lange termijn goed is. Maar het kan natuurlijk een enkele keer gebeuren dat we bang zijn dat we iets verkeerds doen. Dat we bijvoorbeeld uit boosheid iets verkeerds zeggen en dat we dan die boosheid onderdrukken. Maar het nadeel is dus natuurlijk wel dat die boosheid dan vaak weer terug kan komen en dan nog sterker. Want onderdrukking is niet zo'n hele goede oplossing. Maar ja, emoties kunnen gevaarlijk zijn en soms dan hebben we geen keuze. Dus het is een soort if-all-else-fails oplossing. En als we dus nog vaak onze emoties onderdrukken, dan weten we dat we nog veel moeten doen aan onze emotionele huishouding. En onszelf wat beter nog moeten sterken in meditatie en aandacht. Nu, dat zijn de 5. Ja, ik heb ze niet op een PowerPoint of zo staan. Maar je kunt ze ook in de boeddhistische teksten terugvinden. Dus dit is ook een korte kijk daarop. Het is net wat andere blik, net een wat andere invalshoek als afgelopen dinsdag. Maar ook daarom niet minder relevant. En als we dus vaak leren omgaan met deze hindernissen, dan merken we dus ook dat we in meditatie minder vaak vastzitten. Maar als het hele kleine hindernisjes zijn, hè, we kunnen best wel daarmee omgaan in onze meditatie door gewoon verder te mediteren. Dan hoef je ook niet meteen op te houden of hoef je niet meteen een stapje terug te zetten. Dan kun je gewoon verder gaan. Zeg dat je bijvoorbeeld een klein beetje slaperig bent, nou, dan breng je iets meer aandacht in de meditatie. Dan is het soms al verholpen. Dus we moeten ook niet meteen van een mug een olifant maken. Maar aan de andere kant kunnen we ook van een olifant geen mug maken. Het is wel de bedoeling dat als we echt vastzitten, dat we niet doordrammen. En dat we even terug gaan naar onszelf kijken. En dan de juiste stappen nemen. En dan weer verder. Dus dat zijn de 5 hindernissen in een notendop. Dit keer met een wat andere invalshoek. En ja, misschien dat iemand daar nog op wil reageren. Of anders